Nou, waarom kom een mens nou eindelijk Sutherland toe? Om sterren te kom kyk natuurlijk. En daarvoor hoef je niks verder te zoeken als Jurgen Ritter Wagner se sterlandboerderij nie. Het is net 1 kilometer buiten Sutherland aan die Maikiesfontein kant van die dorp. Daar is so te sê geen lichtbesoedeling in Sutherland nie en 80% van die nachten is wolkloos. Jy kan dus jou sterrekijkbelevenis vir amper enige nacht van die jaar van maandag tot zondag bespreek. Ons vertoning begin om 8 uur elke aand en het duur vir omtrent 2 ure. As sterrekijker word jy eers getrakteer met een binnensuise aanbieding op een 3 meter skerm van hoe groot die heelal werkelijk is en hoe die verskillende constellaties lyk. Dan gaan allemaal naar buiten om onder die sterren in die Muisbos Amfitheater sterren te kijken door 280 mm Celestron Go-To telescopen. A warm welcome to a cold Sutherland. We trust that you will enjoy the evening here with us. And as Sutherland is so very special, the stars, the planets, everything, you can see so much clearer. And we sincerely hope that after the event tonight that you will take something with you and remember it always when you think back about Sutherland. Alle sterrekijkers krijgen genoeg tijd om zelf met die oog teen die oogstuk, die object waarna gekyk word, te geniet. Met Rietse eetplek, sommer net hier op die perseel, bied Sterland een ware eenstop sterrekijkbelevenis. Met mooi gedekte tafels met kersen om een vuurhaard in die middel, onder een groot ronde grasdak, word jy bediend met de echte boerekos aandete wat bestaan uit karoolam, gemengde groente, rys en aardappels, met nagereg en thee en koffie. Alles voor die begin van die aandse vertoning en teen 'n billike prys. Het is echter baie belangrik om vroegtijdig vir jou sterrekijk en ete te bespreek. Kontakbesonderhede sal aan die einde van hierdie video op die skerm verskyn. Kamp onder die sterre in die koudste plek in Suid-Afrika? Hoekom nie? Hier by Sterland boer ons nie net met sterre nie, ons het ook die enigste karavaanpark in Sutherland. Dink net, jy sit lekker by jou kampvuur en kyk op naar die donker skoon uitspansel, verbaas oor die onvergetelike prentjie van die melkweg en sterre, wat strek van horizon tot horizon. Het laat jou voel jy sien tot in die ewigheid. Die 7 staanplekke van omtrent 10 by 11 meter elk is mooi uitgeleid tussen Chinese populier en Soutbos heinings. En elkeen is vernoem na interessante karoobossie. Elke staanplek het elektriciteit en een braaidrom. Die bluesieblok is lekker nabij en dit word elke ochtend gediens. Hier kan jy nou rechtig jou hare laat sak en jou skoene uitskop en ontspan en die karoo plaaslewe op sy beste geniet. Lekker man! Om meer van Sterland te weten te kom en jou bespreking te maak, gaan na www.sutherlandinfo.co.za. Hier kan jy sommer ook van ons speciale 1 keer 'n maand sterre tot middernacht pakket lees.